NOS Journaal. PvdA houdt opgaande lijn vast in Nipo-peiling. Plan van Schreuder en Chirac stuit op Nederlands verzet. En ook Ben verandert zijn naam naar Libertel, Dutchtone en Telfort. Gerard Arninkhof. Goedenavond. Opiniepeilingen zijn maar opiniepeilingen. De enige echte uitslag is natuurlijk de uitslag van volgende week woensdag. Maar ondertussen, het CDA loopt in de nieuwste peiling flink terug. De PvdA groeit nog steeds. Het CDA is nog wel de grootste, maar de PvdA zit ze op de hielen. Dat blijkt uit onderzoek van het NIPO van vandaag. Het zou dus wel eens kunnen dat de kiezers de uitslag van vorig jaar mei weer op zijn kop gaan zetten. Het leek erop dat het CDA met overtuiging de verkiezingen zou gaan winnen. Maar dat is ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Ik denk dat we zullen zien een spannende strijd tussen CDA en PvdA. Het geeft ook aan dat er iets te kiezen valt. Dat hoort ook bij verkiezingen. Maar ik mag dan wel hopen dat mensen kiezen voor een partij die de oplossing heeft. En niet kiest voor een partij die wel kritiek heeft, maar niet aangeeft hoe het moet. Meneer Bos, bent u opgelucht? Waarover? Over de peilingen. Nou, je kunt je slechte nieuws voorstellen, dat is waar. Maar ik realiseer me nog steeds dat het ook weer om kan slaan. Ik bedoel met opgelucht dat u het even niet hoeft te zeggen nog. In die zin. Joh, ik heb een week geleden met mezelf afgesproken dat ik die peilingen niet geloof. Omdat dan alleen maar jezelf illusies gaat maken en de huid gaat verkopen voor de beer geschoten is. En daar heb ik geen trek in. Peilingen wijzen nog niet naar een CDA-VVD meerderheid. Baart u dat nog steeds zorgen? We zitten een week voor de verkiezingen. Ja, dat baart me wel zorgen. Want het is echt belangrijk dat we een stabiele regering krijgen. En ik wil graag een regering hebben die werk maakt van de economie, ordelijke overheidsfinanciën, veiligheid voorop stelt, vreemdelingenbeleid goed aanpakt. En dat kan alleen met VVD en CDA. Ja, Job Friso in Den Haag, VVD-leider Zalm, maakt zich zo te horen zorgen. Is het nou gespeeld of is het echt? Nee, het is wel echt hoor. En dat komt omdat die opiniecijfers zo onverwacht spannend zijn. Hè? Onverwacht omdat de Partij van de Arbeid zich zo herstelt. En dat wist eigenlijk niemand dat het ging gebeuren. Nou, dat maakt het tot een hele spannende race. Wie de grootste wordt, hè? PvdA of CDA. En de belangrijkste cijfers van het NIPO die zien er zo uit. Het CDA heeft in de Kamer nu 43 zetels en had in de peiling vorige week 46 zetels. Verliest en komt op 42. De Partij van de Arbeid zit ze dus op de hielen. 23 nu in de Kamer. Vorige week 35 in de peiling, nu 40. De VVD heeft er 24, scoorde er vorige week 27 en komt vandaag op 28. Dan de SP in de Kamer 9, een week geleden 18, nu zouden dat er nog 16 zijn. Nou, GroenLinks heeft er nu 10, vorige week 8 en nu nog maar 6. En dan de LPF, 26 bij de vorige verkiezingen, vorige week 5 en nu weer 6. Nou, wat je kunt zeggen is dat de kleine linkse partijen dus verliezen aan de Partij van de Arbeid. Dat is een beeld dat eerder werd vertoond in het zicht van verkiezingen in het verleden. En de LPF herstelt zich dus licht. Ja, CDA en VVD hebben de kiezers deze campagne de machtsvraag voorgelegd. Hè? Laat ons samen doorregeren. Als je de peilingen volgt, dan lukt dat niet. Nee, ze kunnen inderdaad niets doen wat ze willen, namelijk doorregeren zonder de LPF. In de peiling is de krappe meerderheid die ze eerder de afgelopen weken nog hadden eigenlijk aan het wegschrompelen. En dan zie je die rol van die peilingen weer opspelen. Want Matt Herbe van de LPF ziet dat het goed gaat met zijn LPF. Die herstelt zich een beetje. En dus biedt hij zijn diensten aan CDA en VVD om ze aan een meerderheid te helpen. Terwijl die weet dat CDA en VVD eigenlijk niet met hem verder willen. Ik ben even gek gesleten een paar maanden geleden toen zei we gaan voor 15 zetels. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat we uiteindelijk op 15 zetels zullen eindigen. En dan, wat gaat u dan met die 15 zetels doen? Wil u dan weer een nieuwe coalitie? Want u weet dat het CDA wil u niet hebben meer. Ja, ik vind het een betreurenswaardige opmerking van de heer Balkenende. Want daardoor krijg je gewoon een maand tijdverlies. En want dan krijg je een verplichte ronde gesprekken om over links te kijken of het gaat met de Partij van de Arbeid. Dan weet je nu al dat het niet lukt. En vervolgens mogen we dan weer genadig aanschuiven. Dus het is tijdverlies. Ja, en voor alle lijsttrekkers is het natuurlijk spannend. Die vragen zich na elke peiling af, doe ik het wel goed of moet het eigenlijk allemaal anders? Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Bos. Goedemorgen. Ah. Het is nog donker. Wat doet u hier zo vroeg? U doet ook alles om de kiezers te vinden. Ja, maar dit is leuk. Dat is gewoon een beetje ouwe hoeren bij muziek. Nu alleen geen slow motion. De arrogante machtspartij die door de kiezers genadeloos is afgestraft, die behoort tot het verleden, zo hoopt Bos. De PvdA wil nu bescheiden zijn. Mag ik Wouter zeggen? Dat mag. Ja?
meneer Evers. Bos wil graag winnen, maar loopt dan wel snel het risico dat de partij eenmaal in het regeringsplus weer in de oude fouten vervalt. Ik weet precies wat er gebeurt als er een goede verkiezingsuitslag komt en ik ga het kabinet in. Dan is binnen de kortste tijd de Partij van de Arbeid weer de partij van 15 mei. Dan denken we dat wat er vorig jaar gebeurd is, ach, dat was een ongelukje en we kunnen weer doorgaan zoals vroeger. En dat willen kosten wat kost voorkomen. Het is een weekje voor de verkiezingen. We hebben u nu gezien met chocolademelk op de markt. We hebben u gezien in de trein en met bier in het café. Is dat de campagne die u voor ogen had? Nou, we hebben wel heel bewust ervoor gekozen om zoveel mogelijk op straat te zijn en zoveel mogelijk mensen tegen te komen. En dat is... Dat is nieuw, hè, voor de partij? Nou, dat deden we vroeger. Het is de laatste jaren er misschien wat minder van gekomen. Ik heb ook zelf echt afgesproken met de campagneleiding dat ik niet naar plekken toe wil waar ik alleen maar PvdA'ers tegenkom. Ik wil juist de mensen tegenkomen die me ook af en toe de huid vol schelden. Nu een tukje doen? Het wordt hoogtijd, ja. Dag. Bij de Twentse krant Tubantia moet de CDA-lijsttrekker de verkiezingsuitslag voorspellen. Zijn eigen partij geeft hij 45 zetels. De Partij van de Arbeid krijgt er van Balkenende 38. Het is een inschatting en we zullen pas op 20 januari het werkelijke verhaal weten. Maar het is uw echte inschatting dat u ruim groter blijft dan de Partij van de Arbeid? Daar ga ik wel vanuit. Is het eigenlijk om uw eigen zenuwen te bedwingen omdat de peiling een andere beweging aangeven? Meneer Schilman, ik denk niet dat u mij op een zenuwachtigheid heeft te kunnen betrappen, ook als het om peilingen gaat. De lijsttrekker duikt ineens overal op. Hij slaat de eerste paal van een nieuw hartcentrum in Enschede. Balkenende moet zich veel laten zien om ervoor te zorgen dat volgende week woensdag, verkiezingsavond, de champagne open kan. Dus is er ook nog even een bezoekje aan de nieuwbouw van de Grolsbrouwerij. Hij moet vanaf nu in de aanval, terwijl hij aanvankelijk vooral leunde op zijn status van premier, die zich een beetje afzijdig hield van het campagnegevoel. De groei van het CDA in de peilingen is omgezet in een daling. En de PvdA zit Balkenende op de hielen. Als u nu een toast zou moeten uitbrengen op Wouter Bos, hoe zou die dan luiden? Dan zou ik zeggen, bied me duidelijkheid. Bied me duidelijkheid waarover? In meerdere opzichten. Nou, waar je voor staat, de voorstellen, want ik vind af en toe die zaak niet helemaal duidelijk. En we zijn natuurlijk een beetje in spanning wat er gaat gebeuren met de kandidatuur van de premierschap. Proost. Huize Zalm, vanmorgen 9 uur. De VVD-lijsttrekker maakt zich op voor een nieuwe campagnedag. Vindt u het leuk, campagne? Ja. Je moet alleen zorgen dat je genoeg slaap krijgt. En dat hou ik dus ook in de gaten. Ik slaap altijd 8 uur. Goedemorgen. Zalm gaat vandaag niet het land in. Het is een mediadag. Met interview na interview. Moet Nederland actief meedoen aan de oorlog tegen Irak? Ik voel me wel op mijn gemak, hoor. En zeker als het gaat om vragen die mensen hebben. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Test even iets links. Iets links zeggen? We gaan gewoon recht vooruit. We hebben een uitstekend programma. We hebben heldere standpunten. Dat stellen de kiezers ook op prijs. Je bent ook een beetje een half fotomodel. En helaas heb ik niet het mooiste uiterlijk van alle lijsttrekkers. Dus ik ben een beetje het nadeel. Proefballonnen, meneer Zalm. Doe voorzichtig. Kies er eentje uit. Welke wilt u? Laten we beginnen met die rode, want dat is meestal een fout. Onze ambitie is zeker om in de regering te gaan zitten. Zelfs als de oppositie ons misschien op den duur meer stemmen op zou leveren. Aan het eind van de dag komt het campagneteam bij elkaar. Het debat met Wouter Bos van vanavond wordt voorbereid. Dan komt ook het thema, staan jullie nou echt tegenover elkaar of is dat schijn? Ja. De VVD is tevreden over Zalm. De partij stijgt in de peiling en het zelfvertrouwen van de lijsttrekker groeit. Ja, Job, de lijsttrekkers hebben nog een week de tijd. Of de inhoud weten we het nou wel zo'n beetje. Wat kunnen ze nou nog meer doen om kiezers naar zich toe te trekken? Ik denk eigenlijk dat de campagne wel wat harder zal worden. CDA en VVD zullen er nog scherper op gaan wijzen dat er alleen met hen twee een stabiel kabinet te vormen valt. Dat Nederland uit de economische malaise kan halen en de integratie- en veiligheidsproblemen kan oplossen. En de Partij van de Arbeid op haar beurt zal alles op alles zetten om de grootste te worden. Vooral door erop te wijzen dat er voor sociaal beleid juist geen VVD-CDA-kabinet moet komen, maar een kabinet met de Partij van de Arbeid. Kortom, de lijsttrekkers van de drie grote partijen zullen erop wijzen dat een stem op één van hen meer gewicht in de schaal legt dan een stem op een kleine partij. Nou, en wie dat zijn, dat kun je dan weer zien aan die veel bezongen peilingen. En daar letten al die zwevende kiezers, en dat zijn er heel veel, die letten er ook op. Dankjewel, Job Friso. En terwijl Nederland zich druk maakt over de verkiezingen, wordt in Europa de macht al verdeeld. De Duitse bondskanselier Schröder en de Franse president Chirac zijn het in grote lijnen eens over de toekomst van de Europese Unie. Als het aan Berlijn en Parijs ligt, kunnen kleine landen straks veel minder de Europese agenda bepalen. En Madrid en Londen zijn het er ook mee eens. Maar Den Haag is tegen.
Tot nu toe reageert Nederland zelfs het meest afwijzend van alle EU-landen. Het is een duivels dilemma. Hoe hou je de Europese Unie, als die straks nog groter groeit, bestuurbaar en tegelijkertijd democratisch? Nu al begrijpt de gemiddelde burger niets van Europa en dat dreigt er in de toekomst niet beter op te worden. Voor de Duitse bondskanselier Schröder en de Franse president Chirac staat één ding wel vast. Het systeem waarbij ieder EU-lidstaat om de beurt voor een half jaar voorzitter van de Unie is, moet op de helling. Te inefficiënt, besloot ze tijdens een diner op het Élysée. En zoals zo vaak in de Europese geschiedenis, legden ze een Frans-Duits voorstel op tafel. En ce soir, nous avons décidé que, avec le moteur franco-allemand, een véritable impulsion pour l'Europe de demain, nous devions trouver des solutions simples et où chacun devait accepter de faire une concession à l'autre. De hamvraag bij het Europa van morgen is wie straks de eerste viool speelt. De Europese Commissie, die als een Europese instelling in ieder geval geacht wordt het Europese belang voorop te stellen. Of de Europese Raad van Ministers, waar de lidstaten met elkaar tot overeenstemming proberen te komen. Frankrijk en Duitsland kiezen voor een tweehoofdige leiding. Aan de ene kant de voorzitter van de Europese Commissie, die dan wel gekozen moet worden door het Europees Parlement. En aan de andere kant de voorzitter van de Europese Raad van Ministers, die door de regeringsleiders zelf voor een bepaalde ambtstermijn wordt benoemd. Het plan wordt nu ingebracht bij de Europese Conventie, een denktank onder leiding van de Franse oud-president Giscard, die een blauwdruk moet maken over de toekomstige EU. Vooral de kleinere landen huiveren voor een benoemde voorzitter van de Raad van Ministers. De Britse premier Blair zou interesse in de baan hebben. Zo iemand zal, zo vrezen zij, snel worden gezien als de president van Europa en daardoor de voorzitter van de Europese Commissie overschaduwen. En dat gaat ten koste van de invloed van de kleine landen. Ik vind het geen goed idee. Als je wilt dat landen betrokken zijn bij het bestuur van Europa, dan is het zaak dat de landen zich ook kunnen herkennen in het voorzitterschap. En om die reden heeft Nederland trouwens ook in samenwerking met België en Luxemburg gezegd, je moet werken met een rolerend voorzitterschap. Voor het bestuur van Europa blijft Nederland vasthouden aan het halfjaarlijkse roelerende voorzitterschap. Om meer landen een kans te geven, kunnen ook twee landen tegelijk aan de beurt zijn. Halverwege dit jaar brengt de Europese Conventie zijn advies uit. Definitieve besluiten volgen mogelijk eind dit jaar. Vluchtelingen die in de Europese Unie asiel aanvragen, worden vanaf vandaag centraal geregistreerd met hun vingerafdruk. Deze databank, Eurodac genaamd, moet misbruik van de Europese asielregels tegengaan. De EU had behoefte aan zo'n databank, want uit rapporten blijkt dat zeker 1 op de 10 asielzoekers in meerdere landen tijdelijk tegelijk een verblijfsvergunning aanvraagt. Il y a des mouvements irréguliers de personnes qui voudraient aller peut-être d'un pays à un autre, qui ne sont pas toujours, bien sûr, des personnes qui ont besoin de protection. Système Eurodac va nous permettre d'avoir des procédures plus efficaces. Eurodac kan vanaf nu alle vingerafdrukken vergelijken. Als blijkt dat dezelfde persoon in 2 EU-lidstaten asiel aanvraagt, een zogenaamde hit, dan wordt hij direct teruggestuurd naar het land waar hij zijn eerste aanvraag deed. Voor Eurodac zijn vingerafdrukken de beste registratiemethode, omdat vluchtelingen vaak geen paspoort hebben. Schiphol wordt de laatste maanden geconfronteerd met een nieuw soort criminelen, de rippers. Rippers proberen drugscouriers die in Nederland aankomen te bestelen voordat ze hun klanten hebben bereikt. De nieuwe criminaliteit kwam aan het licht toen enkele rippers de bovenwereld aanzagen voor de onderwereld en zich met geweld vergrepen aan gewone toeristen. Veel vliegtuigpassagiers halen nog altijd opgelucht adem wanneer hun toestel goed is geland. Maar op Schiphol zijn sommige mensen hun veiligheid dan nog steeds niet zeker. Want niet iedereen wordt bij aankomst omarmd door familie en andere geliefden. Een enkeling wordt opgewacht door de crime de la crime, de misdaad binnen de misdaad. Op dit moment is het zo dat op de luchthaven Schiphol drugscouriers die aankomen worden benaderd door organisaties. En onder dwang worden meegenomen om op die manier de mensen in bezit te stellen op een goedkope manier van de drugs. En die mensen die ze benaderen, dat zijn dus niet hun opdrachtgevers? Wij hebben sterk de indruk dat dat regelmatig voorkomt, dat dat niet hun opdrachtgevers zijn. Dus dat zijn andere criminelen die proberen die drugs te onderscheppen? Wij zijn op dit moment nog bezig met een verkennend onderzoek, maar we hebben inderdaad ook indicaties dat het ook wel plaatsvindt dat die mensen niet naar hun opdrachtgevers, maar door anderen worden benaderd. En een enkele keer vergist men zich en wordt er een onschuldig iemand aangepakt? Dat is correct.
Het gaat zo. De rippers weten of vermoeden welke aangekomen passagiers drugscouriers zijn. Ze stappen op de persoon toe en dwingen hem of haar mee te komen naar het toilet om daar, soms onder bedreiging van een vuurwapen, de drugs af te geven. Vooral de stille wc's van aankomsthal 3 zijn berucht. Het gebeurt ongeveer 4 keer per week, maar kwam pas aan het licht toen de rippers zich een paar keer vergisten en gewone reizigers te grazen namen. De politie heeft enkele agenten aangewezen die zich speciaal met deze nieuwe criminaliteit bezighouden. Ze hebben al 10 rippers opgepakt. Een extra probleem doet zich voor bij de bolletjeslikkers. Zij kunnen hun drugs alleen afgeven door een tijdrovende stoelgang en worden daarom gemakshalve door de rippers met kop en kont meegenomen. Zegt u nu dat met name bolletjeslikkers niet alleen hier worden aangepakt, maar ook nog worden gekidnapt, min of meer? Wij hebben de indruk dat ook het plaatsvindt dat mensen worden meegenomen naar plaatsen elders. Hoewel het dus gemiddeld 4 keer per week gebeurt en daarmee al tenminste 2 keer een gewone reiziger door de rippers is gegrepen, wil de politie benadrukken dat Schiphol in haar ogen toch een zeer veilig vliegveld blijft. Het Openbaar Ministerie moet bijna 100.000 euro betalen aan Bram Peper. De rechtbank in Rotterdam is het eens met de klacht van Peper dat hij hoge kosten heeft moeten maken, omdat het Openbaar Ministerie besloot in maart 2000 om hem te vervolgen in de zogenoemde bonnetjesaffaire. Bram Peper stapte in maart 2000 op als minister. Hij wilde zich kunnen verdedigen tegen de aantijging dat hij als burgemeester van Rotterdam gesjoemeld zou hebben met gemeenschapsgeld. De Rotterdamse Raad had hier een onderzoek naar ingesteld met hulp van het accountantskantoor KPMG. Het Openbaar Ministerie besloot zonder eigen onderzoek om Peper meteen als verdachte te bestempelen. De baas van het Openbaar Ministerie, de Wijkersloot, zag Peper onvermijdelijk als verdachte, zo schreef hij aan diens advocaat. De leider van het strafrechtelijk onderzoek, hoofdofficier Wabeke, erkende later dat dat een valse start was. In ieder geval was het zo dat incident na incident afwikkelend het een na het ander strafrechtelijk niet relevant bleek te zijn. En daarom besloot de Rotterdamse rechtbank vandaag de claim van Peper bijna helemaal toe te kennen. Peper zoekt dan een tijd eerherstel. Hij won vrijwel alle procedures. Ook KPMG is door de rechter veroordeeld om schadevergoeding te betalen. En opgeteld heeft hij bijna 500.000 euro toegewezen gekregen. In Den Haag ontvingen koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima vandaag de leden van het Corps Diplomatiek. De ambassadeurs worden ieder jaar bij de koningin uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie. Alleen dit jaar is de receptie in de balzaal van Paleis Noordeinde, omdat het Koninklijk Paleis op de Dam, waar het andere jaar altijd wordt gehouden, wordt gerenoveerd. Gisteren kwamen al honderden gasten van de Nederlandse regering naar het werkpaleis van de koningin. De doodstraf is en blijft voor Nederland onverteerbaar. Die boodschap heeft de Nederlandse ambassadeur in Jakarta overgebracht aan de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Afgelopen maandag veroordeelde een rechtbank daar een Nederlander tot de doodstraf voor de productie van ecstasy. De afgelopen 5 jaar werden in Indonesië bijna 20 mensen ter dood veroordeeld voor drugszaken. 16 van hen waren buitenlanders. De gevangenis in Tangerang, een voorstad van Jakarta. Daar zit de Nederlandse Indonesiër Ang Kim Sui het vonnis te verwerken dat hij afgelopen maandag te horen kreeg. In afwachting van zijn hoger beroep wil Ang geen commentaar geven. Tijdens het uitspreken van het vonnis riepen leden van het antidrugscommando keihard om zijn dood. De rechter gaf hem de doodstraf omdat hij bewezen achtte dat Ang op grote schaal ecstasy heeft geproduceerd. Maar zelfs de directeur van de gevangenis plaatst vraagtekens bij dit vonnis. Apakah itu direkayasa? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, modus yang demikian tidak sehat bagi peradilan. Modus yang demikian tidak sehat bagi peradilan. Karena ada orang yang diintimidasi. Jaksanya, hakimnya, jadi dia tidak profesional gitu, dalam memutuskan itu. Sinds de nieuwe drugswetgeving 5 jaar geleden leggen rechters voortdurend de doodstraf op, vooral aan buitenlanders. Daarmee volgt Indonesië de buurlanden Singapore en Maleisië, die al geruime tijd een schrikbewind voeren tegen drugsmokkelaars. Een andere ter dood veroordeelde in Tangerang is de Pakistaan Abdul Hafiz. Hij werd op het vliegveld gepakt met 1 kilo heroïne, waarvan hij niks wist, zegt hij. Hij wacht nu op de voltrekking van het vonnis, maar heeft geen idee wanneer dat zal gebeuren. Every night I have thinking, maybe tomorrow, maybe next tomorrow, I like that I have think. Maybe tomorrow government say, okay, come, I'm shoot you execution. But I'm every night, every day, 24 hours, I'm pray. God help me.
De Nederlandse ambassadeur liet de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag weten dat voor Nederland en ook andere Europese landen de doodstraf niet acceptabel is. Ik heb de kwestie ook gisteren onder de aandacht gebracht van mijn Europese collega's. En het wordt duidelijk een thema waar we ons in vast zullen bijten, voor zover noodzakelijk. Maar volgens de minister moet Nederland respecteren dat bij ernstige misdrijven de doodstraf nu eenmaal wordt toegepast. Ik ben Ben, wordt binnenkort ik was Ben. Telefoniebedrijf Ben verandert zijn naam in T-Mobile. Een van de succesvolste reclamecampagnes van de afgelopen jaren lijkt daarmee helemaal voor niets te zijn geweest. Eerder al veranderden Libertel, Telfort en Dutch Tone van naam. Onder druk van de harde concurrentie zoeken de bedrijven meer internationale samenwerking met de moederbedrijven. En daar hoort ook het overnemen van de naam bij. Voor Ben betekent dat afscheid van een sterk merk, zoals dat in marketingtermen heet. Ik ben T-Mobile, klinkt toch wat minder. Maar voordat ik verder praat, moet ik nu misschien eerst maar eens zeggen wie ik ben. Mijn naam is Ben. Ben. En ik hou van... Met de eenvoudige Ik ben Ben boodschap won het reclamebureau in de tijd de titel Reclameman van het jaar. En kreeg Ben binnen 4 jaar 1,5 miljoen klanten. Ben is misschien nog meer dan de concurrenten die al eerder hun naam veranderden, afhankelijk van zijn imago. Ik vind het jammer. Ben is een heel leuk merk, waardoor een heleboel mensen met heel veel trots aan is gewerkt de afgelopen jaren. We hebben echt wat neergezet in de markt. Er kan ook nog zullen voldoende cases over komen in de marketingboeken. Maar het is nu fact of life. Ik denk ook dat we met het nieuwe merk echt een nieuwe periode ingaan in de markt en in de industrie, zoals dat heet. En dat dat het goede moment is om nu te kiezen. In de mobiele telefoonmarkt, waar bijna iedereen al een mobieltje heeft, is geen plaats meer voor lokale Nederlandse merken. De markt is verzadigd en om te groeien moeten de aanbieders hoogwaardige nieuwe diensten aanbieden. Informatie, plattegronden of foto's via de mobiele telefoon. En de ontwikkeling daarvan is duur. We willen nu ook aangeven, nu T-Mobile 100% de aandelen van Ben heeft overgenomen, dat we echt onderdeel uitmaken van dat grote wereldwijde netwerk met meer dan 70 miljoen klanten. En dat had u 4 jaar geleden niet kunnen voorzien? Toen hadden we dat niet voorzien en toen waren we ook nog een heel zelfstandig Nederlands bedrijf. We zijn nu echt onderdeel van de internationale club. Libertel werd Vodafone, Telfort werd O2 en Dutch Tone wordt binnenkort Orange. Alleen de grootste, KPN Mobile, heeft nog zijn eigen naam. Die bedrijven die doen dat eigenlijk gestuurd vanuit het moederbedrijf. Het moederbedrijf dat in meerdere landen vestigingen heeft en wil uitbuiten dat inderdaad dat hetzelfde bedrijf is. Dus als een beller in het buitenland belt en daar dezelfde naam tegenkomt, hetzelfde bedrijf tegenkomt en een stukje herkenning heeft met het merk waarmee hij of zij vertrouwd is in het eigen land. De medewerkers van Ben werden vandaag ingelicht over de nieuwe naam. De beller wordt later vertrouwd gemaakt met een geheel nieuwe reclamecampagne. Verwachte kosten zo'n 25 miljoen euro. Het weer nu, Marion de Hond. En het weer blijft voorlopig aan de wisselvallige kant en ook vrij zacht voor half januari. Morgen overigens een droge en vrij zonnige dag. Dat is dan ook gelijk de beste dag van deze week. Slechte weer in het noorden van Europa, in Schotland en in Scandinavië. Daar is het pas zeer onstuimig. Want een storm heeft aan de Noorse westkust flink huis gehouden. Er kwamen ook zeer zware windstoten voor van maar liefst 135 km per uur. Ook boven land zorgde de storm voor veel overlast. Dit zijn beelden uit Trondheim, waar een behoorlijke schade ontstond. En door de storm werden zelfs ijsschotsen uit de rivier de Surnadal het land verder opgestuwd. Ja, op de satellietfoto vinden we die lage drukgebieden dan ook terug die storm veroorzaken. De een is nog maar net gepasseerd of de ander komt er alweer aan. Het blijft echt zeer onstuimig in het noorden van Europa en het kan nog steeds stormen. Bij ons iets rustiger en we hebben te maken met een zwakke storing. Dat zien we ook terug op de radar, want het regent ook. Die band trekt geleidelijk aan naar Duitsland weg via Limburg. Maar in dit bandje hier regent het best wel flink. Vannacht is het droog. Behalve in het noorden kan nog een enkele bui vallen. En het koelt af naar 1 graad of 4. Morgen overdag een aardige dag. Een paar wolkenvelden, maar ook zeker geregeld zonneschijn. 1 graad of 7 en daarmee is het nog altijd zacht en iets minder wind dan vandaag. In de loop van vrijdag, dan gaat het weer af en toe regenen. Dat houden we ook in het weekend. Er is van tijd tot tijd veel wind, maar met 7 graden nog steeds zacht. Dit was het 8 uur journaal. Zometeen netwerk en onze volgende uitzending is om 10 uur op Nederland 3. Ik wens u een goede avond.